Goedendag iedereen en welkom terug. Vandaag speel ik Mindtopia. En deze keer gaan we nog eens een kantje wagen, denk ik, in het casino. En zo naartoe lopen. Ik heb fitheid 28 al intussen. Ik weet niet of jullie dat nog hadden gezien op het laatste van vorige episode. En wat staat die kerel hier? Tony? Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Ik wou nog een gokje wagen. Hoe heb je me gevonden? Geen idee, ik kom hier aangelopen en jij staat hier random te wezen. Hoe lang zit je al in de wereld van Mindtopia en wel specifiek Hollandia? Ik weet niet. Ja, ik zit hier wel eventjes. Dus ik was eigenlijk niks aan het doen en ik had eigenlijk niet verwacht dat jij hier zou zijn. Dat vind ik heel apart, heel gek. Nou, ga je gokje wagen? Wat is het? Ja, ik zit te wachten op die hier voor me. Die Svenny boy. Hey, Sven. Doe maar. Net al gewonnen. Hebt hij gewonnen? Ja, heb gewonnen. Wilt hij zeker nog een keer? Ja. Ik heb ook al een keer hier gespeeld en toen had ik niks gewonnen. Toen was ik heel triestig. Ja, maar dat kan alleen Jensen overkomen. Oké, je kan. Ga. Jee, ik gooi rechtstreeks dat blokje. Ah, doe die deur dicht! Doe die deur dicht! Nou ja, nice. Ja! Hey! Oh, shit, man! Jensen! Grads! Ik weet eigenlijk niet wat we toen zijn. We zijn deze gekke keren aan het volgen. Ja, met ons hoofd omlaag en... Dat... Ja. Volgens mij ga ik sneller... Kijk, ik ga sneller als ik zijdelings ga. Je haalt hem in. Kijk, ik haal hem zo in. Zijdelings. Ik kan hem omcirkelen. Hey, ja, wat wakker. Is dat stil? Hij denkt, oh nee, wat nu? Ze hebben wat ontdekt. Nou meneer, wat bent u aan het doen? Nee, volg me. Het is een wilde. Je ziet het aan hem. Je ziet het aan zijn naamkaartje. Ah, hij is verdrietig. Ah. Waarom? Ik heb geen idee. Oké, ik vind het heel apart dat hij verdrietig is. Mindtopia valt niet mee voor hem. Hij is opgelicht. Ah. Jeetje. Nou, dat is balen. We kennen niks aan hem. Jammer. Succes met zwerven. Dat het hele verhaal was. Hier. Pak die appels op, jongeman. Smakelijk. Geef Jensen een wild applaus voor het doneren aan de zwerver. Nou, eens kijken. Of deze kerel gaat winnen. Als deze kerel niet wint, dan ga ik. Oké. Okay. Zet gewoon 500 in. Ik doe het dan gewoon. Ik haal het hem af. Niemand wil het eerst. Dat betekent dus dat als jij... Oké, jij bent aan de beurt. Wat is het dan nu? Dat betekent dus dat er toch een redelijke kans in zit. Om te winnen. Hey! Ja, ongelooflijk. Nice. 3, 2, 1, 1, 1. The fuck, jongen. Er zit gewoon een hele dikke kans in. Hij wint nu niet, dat kan niet anders. Ik heb nou gewoon... Dude, ik ben je gewoon één dag nog geen uur bezig met je werk en alles. Ik zei je gewoon 6.250. Cash. Dus ik neem aan als we het verhogen dan zo op die 20.000 zit. Fuck shit, jongens, ik ga. Ik wist het. Hier, pak mijn geld. Ik heb het kastendeentje nog eens. Nee! Oké, ik ga gewoon 1.000 erin doen. Dat was trouwens de eerste keer die van mij. Ja, dat bedoel ik, maar als ik nou 1.000 erin doe, dan maak jij geen verlies. Oké, kom aan Tony. Winnen. 1000. Ja! Oké, nu zijn we weg. Kom. Ja, volgens mij zijn de kerels hier, er rennen mensen gewoon ziek hier in Hollandia. Volgens mij is er een ziekte. Tony, hou afstand. Ja, ik blijf achter je, Jensen. Het is echt hier, het is heel apart. Okay. Nee, een slokje water voor de zekerheid. Ziet hij iets in de lucht misschien? Ik weet het niet. Ik zie niks in de lucht. Alles ziet er mooi uit.
Zo mensen, we zijn even gestopt in dit winkelcentrum. Verkocht. Tony heeft geen truitje niet meer. Hoe duur was die dan? 750. Waarom verkoop je hem voor 500 dan? Normaal gezien is verkoop ietsje lager. Maar dat is best wel nog een goede prijs. Ja, die grele broek die mag je wel houden. Hoeveel was die waard? De verkoopprijs 2K en hij geeft 2,5. Maar toch, ja, ik wil dat je tenminste toch een broek aan hebt. Jongen, hij geeft hoeveel heb je verkocht? Weet ik niet meer. Hoeveel geef je voor Droen? Geel, jeans. Nee, geel. Ik heb ook nog een Droenpant. 200. Twijfelen. Nee, 2000. Twijfelen. Jongen, zeg tegen. Gauw Niels loopt daarop. Hé, die gaat ook naar achter. Lol, ja. Niels. Even denken. Wat zouden we doen? Wil je deze broek hebben wat ik nu aandoe of die wat je nu aan hebt? Jongen, ik wil deze verkopen zodat ik 2500 euro erbij heb. Vraag eens aan Niels wat hij daarvoor geeft. Misschien geeft hij net iets meer. Ik weet het niet. Hey, hoeveel geef je voor de gele broek, Niels? Kom aan, jongeman. Geef veel. Je kan het. Als je 3K zegt, dan zeg ik verkocht. En dan boom. En dan 3000 euro erbij. Lol, hij zegt... Nick geeft 2,5 en hij zegt 3. Dat zeg ik. 3K. Doen. Verkocht. Kunnen ze dan nog terug? Nou, jij mag 1K hebben en dan geef je mij die 2K. Oké. Dan krijg je van mij deze pants, zal maar zeggen. Ik gooi jou even die broek hier, kom. Zo. Nou, dat zeg ik, dat bedoel ik. Als je hier gaat handelen, dan kun je nog best wel rijk worden, Jensen. Kijk, ik weet die dingen wel. Jup, 3K. Nice. Hotseflot. Hotseflot. Kijk, dat is hoe we handelen, Jensen. Dat is hoe Tony dat doet. Ja, gimme. Woo! Thanks. Damn. Nou, even naar de pinautomaat. Ja, wel even... Hoeveel ging ik aan jou geven? 1000. Dan krijg je van mij 1000. Zo, hier. Maar dan moeten we wel niet even hier in de openbaar gaan gooien. Ja, dat maakt dan niet uit. Ja, nee, stel iemand komt voorbij en 1K zo weg. Maar hier was dus ook een casino. Ergens. Oké, want ik heb nou een 1K blok en ik zit alweer richting mijn normale geld. Ik denk misschien onder. Ik heb 3,7K nu. Nou, ben ik wel blij mee. Ik heb toch een beetje gehandeld. Ja. Nou, dat zeg ik, hè. Ik weet niet waar je al die broek en alles gekocht hebt. Dat weet ik zelf niet meer. Ik heb er ook gekregen. De persoon waar ik het van gekregen heb. Sorry. Hier was ergens een casino. Gok op eigen risico. Casino, ja. Guess what? Alleen voor mij is het gesloten. Jop. Hij is gesloten. Per. Dat bedoel ik. Nou, lekker casinootje, Sam. Oké, Tony, ik weet niet waar jij zit, maar ik zit hier in de oude voormalige FAM. Bij een kijker wat mij een baantje wilt aanbieden. En ja. Ja? Wat voor baan? Een kledingwinkel. Een kledingwinkel? Oh, dat is wel nice. Ik weet niet. Volgens mij gaan we het moeten zegelen met een aardappel, want even een aardappel vast. Speklappen zijn op. Oké. Ja, ik heb even een appeltje erbij. Hij gaat iets schrijven. Ik denk een contractje dan misschien. Nou, dat zou wel nice zijn. Oh, daar, hier. Hoppa. Kusje Max. Komt ook gewoon random. Ik vind het wel heel apart. Als ik mijn contract heb en het is lekker getekend, Tony, ik ga ook... ik ga rechtstreeks ook werk vragen voor jou. Nice. Of jij kan beginnen en dan ben je van je gokverslaving eindelijk af. Nice. Dit vind ik echt awesome. Nou, iemand wenst me succes met mijn gesprek. Ik moet wel eens zeggen, nu heb ik dan al 3 baantjes of zo. Bij de FBI-agent, hier en nog ergens waar ik nog moet wachten tot die shop open gaat. Maar deze is gewoon open, dus hier kan ik daadwerkelijk beginnen. Het is gewoon epic.
dat is wel nice. Dus je nou de hele tijd te wachten tot je eigenlijk aan het werk kan. Ja, ik was aan het wachten en nu die kerel hier is gewoon nu mijn contract aan het schrijven. Eindelijk. Nice. Kun je gelijk beginnen? Ik denk het wel. Dan ga ik gewoon onder ga ik staan. Derp. Poortjes niet te goed openen en sluiten. Nice. Ik hoop dat ik een goed loon ga krijgen trouwens. Als ik echt een goed loon ga krijgen, een vast loon en daar bovenop nog toeslag met wat ik verkoop of zo, ik weet niet hoe ze het gaan regelen. Of dat zou ik wel epic vinden. Dan kunnen we inderdaad wel eens een huisje kopen en daar misschien een illegaal gokcasino in beginnen, onder in de kelder, van boven dan een stripclub en dan een Greydale, een Davidsonstad. Dat zie ik wel zitten. Nice, dat vind ik inderdaad een heel goed plan. Maar waar zit je nou? Ben je nog steeds in een sollicitatiegesprek? Ja, ik zit hier nog altijd boven. Dit moet ik even tekenen. Oké, dan wacht ik. Ik ga het tekenen nu. Dan wacht ik eventjes in de redmal hier. Uit zekerheid, oké, prima. Eens kijken. Oh, ik duw op de knop. Contract voor Jensen. Als de heer Jensen steelt of scamt in de zaak, krijgt hij een boete plus een rechtszaak op zich. Zolang hij niks doet, is het goed. Ja, het lijkt me normaal. Ja, dat is een heel goed idee. Ik ga akkoord. Jensen. Zo, sign. Nice. Zo, wat vlot. Sign and close. AIB. Nee, ja. Je hebt de baan. Je hebt de baan. Ik heb de baan. Ik heb de baan. Jawel, daar is die. Hotse vlot. Contract. Op zondag krijg ik, ja. Hoeveel? Hij is aan het denken, hij is aan het denken. Goed, long, kom aan. Kom aan. Karma. Wacht. Ja, kom aan. Kijk dit. Wat moet ik kijken? Kom aan. Ja. Maar ik heb al toegang. Jensen, wat is je loon? Daar ging het om. Laat je niet afleiden. Wat ja, is wacht. Ik ben aan het wachten. Ja, kom aan. Je kan het. Laat zien. Ja, dat heb ik. Natuurlijk heb ik Skype. Er zit een mobiel hier in mijn zak. Dus. Nice. Zo mensen, ik zou zeggen. Bedankt voor het kijken. Ik ben aangekomen in deze mooie, leuke shop. Tony zit nog altijd in een casino. Hij is een beetje gokverslavend worden. Ja. 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 En Jensen heeft een baan. Ik heb een baan. Een echte baan. Er komt hier een rijke gangster binnen. Apart. Hij gaat bier kopen, denk ik. Een vodka. Dude, ga staan. Verkoop het. Ja, we staan hier met twee. Ja, fuck die vent. Jij. Nee, dit is een dame. Ze mag het doen. Die kerel doet een Tony, hij loopt de hele tijd binnen buiten. Ja, dat bedoel ik, dan moet je gewoon binnen blijven staan, dan moet jij de orde accepteren, want voor hetzelfde geld koopt hij heel veel op. Ja. Nou ja, ik zou zeggen mensen, bedankt voor het kijken, geef een duimpje omhoog als jullie dat nog niet hebben gedaan. En die zien wij jou later. Tadaa! Doei!